De 1000ste dag van de oorlog in Oekraïne is vandaag ingegaan. En Zelensky spreekt in een speciale zitting het Europees Parlement vandaag toe. Hij is daar waarschijnlijk digitaal aanwezig. Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, hij vraagt stevast om wapens, maar nu heeft hij van de Amerikanen toestemming gekregen om die TACMS in te zetten, die wapens uit Amerika, op Russische doelen in Rusland. Wat blijft er dan over voor zijn boodschap? Wat gaat hij vertellen? Ja, de vraag om meer wapens, die blijft natuurlijk. Die is eigenlijk centraal de afgelopen 1000 dagen van Zelensky aan Europa en de andere bondgenoten. Zelensky spreekt inderdaad het Europees Parlement toe vandaag vanuit Oekraïne, dus via een videoverbinding. Hij zal het ongetwijfeld ook hebben over het lidmaatschap van de Europese Unie van de Oekraïne. Oekraïne is officieel kandidaat. Het parlement is een fervent voorstander van Oekraïne om lid te worden. Hij komt eigenlijk in een gespreid bedje. De grootste weerstand zit niet echt in het Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement hebben ook gezegd dat Rusland financiële compensatie moet bieden voor de verwoestingen in Oekraïne. Waarbij Oekraïne volgens de Europarlementariërs gebruik zou moeten kunnen maken van alles wat in beslag is genomen van Moskou om dit te kunnen financieren. Dus hij vindt vandaag een heel gewillig oor bij het Europese parlement. Precies, en toch in het Europese parlement, daar hebben we in Europa ook last van meneer Scholz. Die heeft meneer Poetin direct gebeld, Trump heeft dat ook gedaan. En er is het gonst over plannen om die oorlog te beëindigen. Zelfs Zelensky heeft gezegd, nou, het gaat waarschijnlijk sneller gebeuren onder Trump dan anders. Hij voelt dus kennelijk druk, maar hoe wordt die druk in Europa beleefd eigenlijk? Dat bellen, dat is natuurlijk misschien niet zo anders. Nee, dat Scholz dat heeft gedaan. Ja, kijk, Scholz en Duitsland hebben zich behoorlijk weifelend opgesteld, hè, vooral in het begin van de oorlog. Ja. Scholz staat niet bekend als een hele daadkrachtige staatsman. Het is geen goed teken natuurlijk. Zelensky wordt onrustig van het gebel. Zelensky zou Olaf Scholz ook hebben gevraagd van tevoren om Poetin niet te bellen. Dat heeft de Duitse bondskanselier dus wel gedaan. En daarna zei Zelensky dat hij denkt dat het telefoongesprek van Olaf Scholz de doos van Pandora opent. Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, die heeft ook al gezegd dat hij zich zou kunnen voorstellen dat hij in de toekomst een telefoongesprek heeft met Poetin. Dus dat sluit hij ook niet uit. Maar de steun aan Oekraïne blijft hetzelfde. Alleen, ja, dit zijn voor Zelensky natuurlijk geen goede tekenen. Nee, inderdaad. Je kan zeggen, met je mond beleiden van jongens, als wat gebeurt, we steunen jullie door dik en dun tegen de Russische invasie, maar hoe concreet is dat? En zeker op het moment dat je straks in januari ziet dat de Amerikanen terugstappen. Ja, dat is een grote vraag. In de realiteit is de steun van Europa nog steeds hetzelfde. Er wordt ook benadrukt dat zolang als het nodig is, blijft Europa Oekraïne steunen. Ja. In de afgelopen 3 jaar is er meer dan 130 miljard van Europa naar Oekraïne gegaan. En ja, in de wandelgangen in Brussel wordt ook echt gezegd dat Oekraïne zal blijven gesteund worden door Europa, ongeacht de veranderingen in het buitenlands beleid van Washington. Wat je natuurlijk wel ziet de afgelopen jaren is dat nationale regeringen aan het veranderen zijn met meer partijen die, laten we zeggen, niet heel enthousiast zijn over de steun aan de Oekraïne. Denk bijvoorbeeld aan Nederland, hè, met de PVV en de coalitie. PVV zit natuurlijk in een groep, de Patriotten voor Europa, de partij met behoorlijk wat leden die eigenlijk Oekraïne helemaal niet willen steunen, met als grootste voortrekker Viktor Orbán. Wat dat betreft is het dus onvoorspelbaarder geworden wat de trend is in de lidstaten. En daarmee groeit ook de onzekerheid over die steun. Maar de officiële lijn is nog steeds, we gaan net zo lang door met Oekraïne steunen als nodig is. Ja, we zijn nu 1000 dagen op weg in die oorlog. Het heeft in ieder geval, leek het aanvankelijk, Rusland, Europa bij elkaar te brengen. En te zorgen dat we als één man spraken tegen Rusland. Inmiddels na 1000 dagen kunnen we zeggen dat dat fundament wel een beetje aan het wankelen raakt, hè? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Nee? We zijn echt nog wel eensgezind in de steun tegen Rusland. En ook de ambities van Oekraïne worden gesteund. Het is waar dat er meer en meer populistische, nationalistische regeringen zijn in Europa. Maar de afgelopen 1000 dagen heeft Europa echt fundamenteel veranderd. Hè. We hebben echt het besef dat we niet meer aankunnen van de Verenigde Staten, niet meer van Rusland, waar we natuurlijk heel veel handel mee drijven. Er is veel
veranderd op het gebied van de energievoorziening. Zweden en Finland zijn bij de NAVO gekomen. De noodzaak van een Europese defensieindustrie is duidelijk. De Europese landen hebben hun defensiebegrotingen enorm vergroot. Je zou kunnen zeggen, de gezamenlijke vijand die we nu hebben, Rusland, heeft ons nader tot op elkaar gebracht. Veel meer dan we konden voorstellen 1000 dagen geleden. De afgelopen bijna 3 jaar heeft de EU echt een totale gedaanteverwisseling ondergaan. Met wel één groot verschil. Hier in de EU regent het geen bommen. Terwijl de Oekraïners die bommen regelen al 1000 dagen ondergaan. Dus grote verandering, grote geschiedenis de afgelopen 1000 dagen. Natuurlijk in Oekraïne, maar ook in de Europese Unie. Dankjewel, Europa-correspondent Steven de Vries. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.